Publiek, Pat, waarom kijkt u naar dit boek? Waarom mannen liegen? En vooral altijd schoenen kopen? Mannen liegen niet, publiek, kom op. Je weet het, zag. Een man kan niet liegen. Als een man liegt, ontploft zijn hoofd. Dus een man kan niet liegen. Er zit wat in mijn oog. Oh, goedenavond. Er zit nog steeds in mijn oog. Mijn vinger. Echt, lol. Jij bent echt wat leukers thuis. Dinsdag vandaag. Wat heb ik vandaag gedaan? Niet heel veel. Training geven. Ik had 3 mensen met trainen. Goede opkomst. Ik heb dus ook maar het volgende gedaan. Ik heb ze mee laten trainen met Antien. Ze hebben 2 uur trainen. Ik heb ze een uur lang heb ik ze weten te vermaken met oefeningen die zij graag wilden doen, zoals wat ik. Dus ik heb gezegd: ja, jongens, we zijn met z'n 3. Wat wil jij verbeteren? Dus 3 aparte oefeningen. En daar een beetje uitbouw op. Dus uiteindelijk toch nog een uur met hun bezig geweest. Toen hadden ze nog een uur. Nou, toen hebben ze een uur meegedaan met iemand anders. Ja, prima. En toen heb ik Simon geholpen. Nou, prima. En verder, ik moest krabben vanochtend. Eerste keer. Is niet leuk. Is niet leuk. Ik dacht, chill. Ik kan lekker om 7:30 weg. Super fijn. Dan ben ik op tijd op school. Ik kijk naar buiten. Ik zie geen ijs van. Ik loop naar buiten. Sterk, ik loop naar de auto. Ijs. En niet zo'n klein beetje, echt veel ijs. Dus ja, dat was eventjes een. Maar verder heb ik gewerkt vandaag. En ik heb de stromen laten vallen op werk. Kijk mijn haar. Wauw. In ieder geval. Het was wel geinig, want wij waren dingen aan het inpakken. Olie, als het ware, in 3 potjes. We moesten elkaar stapelen en er moest dan krimpfolie omheen. En als je dan dat krimpfolie verwarmt, dan krimpt het. Vandaar de term krimpfolie. Wat? Oké. Dus, dat deden wij. En met een soort hitkanon, alleen dan kleine föhn, zeg maar. Een föhn die heel hit blaast. Duidelijk toch? En, sorry, boeitje. Wij waren bezig met 2 föhnen. En er stonden op een gegeven moment stonden er heel veel van die pakjes. Dus wij dachten met z'n 3, we waren met z'n 3 bezig, van nou, we gaan even met z'n 3 zo gewoon lekker snel erdoorheen. En dat hebben we gedaan. Er was niks aan de hand. Toen even later, toen gingen we nog een keertje doen. En toen viel ons stroom uit, ging brandalarm. Alles wat kon gaan ging, behalve normaal alarm, alleen brandalarm. En op zich was dat wel geinig. Ja, want het was dus onze schuld. En wij zeiden van, nou, we kunnen niks doen. We hebben net ook al met z'n 3 gestaan. Maar wat is het nou? We hadden de haspel niet goed afgerold. Dus die was knetwarm geworden. En daardoor kregen wij dus stroomstoring of uitval of wat dan ook. En dat was wel geinig, ja. Op dat moment was het wel geinig. En toen konden we een kwartier lang niks doen. Alles geprobeerd, maar nu hebben we een nieuwe haspel. Goed, hè? Wij, publiek, wij hebben een nieuwe haspel. Dus daar hebben we maar gebruik van gemaakt en gelijk in werking gezet en toen konden we verder. Dat zit. Verder. Nee, verder niks gedaan. Dat was het. Zijavond. Ik weet het, kotvlak. Ik ga naar bed. Het is 10:50. Misschien nog even Assassin's Creed spelen. Want joh, hey. Hè? Hij staat toch nog aan. En ik hoef morgen pas om kwart over acht op. Super chill. Lekker, lekker. Lekker, lekker. Dus dat ga ik doen. Jullie slapen lekker en laat een berichtje achter. Subscribe. Abonneer. Zelfde als subscribe. Hè? Subscribe, abonneer. Dat maakt het uit. Maar goed, dus voor de Nederlanders, abonneer. En deel de video.
kan blijkbaar. Deel hem met iedereen die je kent. Laat hem, haar, het ook abonneren. En vindt de video leuk? Dan nogmaals berichtje achter video. Een reactie mag natuurlijk ook. En dan zeg ik voor nu aan jullie een hele fijne goede avond. Dennis uit.